We gaan deze ochtend echt een winters dessert maken. Een tartatin. Ik zeg wel eens een veritable tartatin om te zeggen van, om aan te geven dat het de enige echte manier is waarop dat moet gebeuren. Want er zijn nogal wat mensen die tartatin maken met bladerdeeg. En dat is natuurlijk uit den boze. Je moet een pâte brisée maken. En dat lijkt heel erg op bladerdeeg. Qua ingrediënten dan. Het is voornamelijk veel boter en bloem. Alleen bij bladerdeeg zit het in laagjes ertussen. En dat wordt dan opgevouwen, zodat die laagjes nog meer laagjes worden. En nog meer laagjes, zodat het heel mooi rijst. Maar bij een pâte brisée doe je er vlokjes boter in het deeg. Stukjes boter die je ook toert, zeg maar, ook uitrolt en weer opvouwt, zodat die vlokjes uitgerekt worden en ook in stukjes tussen in het deeg zitten. En het rijst dan niet zo mooi, maar het wordt wel mooi crispy. En dat is het goede deeg voor de tartatin. We gaan eerst even dat deeg maken, dat moet nog even rusten. Maak even kijken voor 5 personen deeg en appel. Dus we maken altijd kleine taartjes, dus je kan dan à la minute die taartjes afbakken. Daarvoor neem ik 2 ons bloem en 1 ons boter. Iets meer. Snufje zout, een klein beetje suiker, een klein beetje, een eetlepel, zoiets. Ik weeg een onsje boter af. Kijk of dat lukt. Nou, bijna. Zoiets. Ons boter, die snij ik in kleine blokjes. Koude boter. Die doe ik in de Magimix. En die zal ik even pulsen. Klein beetje koud water neem ik mee. Dat gaan we hier opzetten. Even pulsen, zeg maar. Zodat die boter wat kleiner wordt. Dan doe ik die even over in een kommetje. En dan doe ik daar een klein beetje water bij. Dat moet een beetje op gevoel. Het moet, wat is het? Nog geen deciliter. Zodat het een samenhangend geheel wordt. Even met een lepel eerst. En dan met de hand verder totdat het een bal wordt. Nou, dan nog een klein beetje water bij. Die laat ik eventjes rusten nu. Laat het nu even een half uurtje opstijven in de koelkast, het deeg. En dan kunnen we het daarna weer uitrollen en opvouwen. De karamel voor de appel is ook heel precair. Die moet echt donker zijn, niet te donker, maar zeker niet te licht ook. Want anders krijgen ze een fletse tartatin aan het eind. Ik neem 200 suiker en 100 boter, 100 gram boter. Die ga ik vast opzetten in een pan en dan ga ik daarna de appel schillen. 100. Veel wat suiker zei ik, hè? Ja. Het is misschien iets te veel, maar je hoeft niet alles te gebruiken. Je kan maar beter iets meer dan iets te veel dan iets te weinig hebben. Suiker met de boter in een grote pan langzaam opzetten. Dat gaat langzaam karamelliseren. Nou ja, 5 appeltjes voor 5 tartatin ongeveer. Ik snij ze in, zeg maar, in zulke stukjes. Dit zijn hele eenvoudige Elster appel. Maar die zijn eigenlijk overal goed voor, vind ik. De appel moet een beetje stevig blijven. Hij moet niet uit elkaar vallen. Bij garing. Zoals een goudrenet dat wel doet. En hij moet zoet zijn en smakelijk.
veel, iets anders moet het niet zijn. Lekker fris, fris, zoet. Kijk, de karamel begint zich te vormen. Dan moet er een beetje zout in ook, altijd, in de karamel. Een beetje gelijkmatig moet die bruin worden. De karamel is er nu bijna. Hij begint mooi donkerbruin te worden. Boter, die ligt er een beetje bovenop. Die schift een beetje, maar dat geeft niet. Erg oppassen, want het is nu echt gloeiend heet. Dan moet je niet een spatje van op je hand krijgen of zo. Dus voorzichtig in roeren. Je moet een beetje gaan roken, gaan walmen. Dan zie ik dat het goed is. Kijk, hij gaat nu echt een beetje roken. Hè? Zie je dat? Kun je dat zien? Nou, het gaat echt om de kleur ook hoor. Nu. De rook slaat eraf. En voorzichtig de appeltjes erbij. Dat ziet er lekker uit, hè? Vind ik altijd. Ja, je kan natuurlijk ook één hele grote tartlet maken in een grote bakpan. Of in een taartvorm. Dat is eigenlijk volgens mij zoals het meestal gedaan wordt. Hè? Een grote tartlet die je dan in punten kan snijden. En dan zou je in feite over deze pan gewoon een deeglap kunnen leggen en hem in de oven schuiven. Scheelt de boel afwas. Ik laat ze even een klein beetje doorstoven totdat ze half gaar zijn. Ja, dan pakken we het deeg uit de koelkast. Ik ga het nu eventjes een beetje toeren. Ik rol het uit tot ongeveer een centimeter dikte. En je ziet die stukjes boter zie je er nu ook echt in zitten. Hè? Zoiets. En dan vouw ik het even, net als echt bladerdeeg, zo in drieën even op. En dan rol ik het weer uit. Tot een centimeter. En dan doe ik dat weer een keer. Zo. En dan leg ik het weer in de koelkast. Half uurtje. Zo, na het half uurtje haal ik het er weer uit. Ja, ongeveer een half uurtje haal ik het eruit en dan doe ik dat allemaal nog één keertje. Je ziet dat die stukjes boter groter worden, uitgerekt worden. En dat is ook precies de bedoeling. Door het water in de boter rijst het deeg in de oven. Dat is die stoom die zet uit en dat duwt het deeg omhoog. Nog één keer zo en dan is het klaar. Ik rol het uit en dan kunnen we het eigenlijk gelijk door verwerken, zeg maar, tot plakjes voor op de tartatin. Ik maak dus 5 kleintjes. Ik gebruik van die Spaanse crema catalana bakjes. Die zijn mooi van vorm. Het doet er dus niet toe of het ijzer is of aardewerk. Nou, we kunnen ook 6 kleintjes maken, kijk. Anders lukt me dat niet. Snijd even in 6 plakjes, in 6 porties. Kijk, en dan kun je het zo verder uitrollen. Tot ongeveer een halve centimeter dikte uitrollen. Misschien nog iets minder. Een vierkant plakje. Appeltjes zijn een beetje half zacht geworden. Het hoeft niet eens helemaal afgekoeld te zijn. Nou ja, lekker 1, 2, 3, 6 stukjes of zo erin. Genoeg van die karamel. Deegje eroverheen. Goed instoppen. In de oven. 180 graden zo. Het duurt wel 20 minuten, denk ik. Het moet echt goed gaar worden, dat deeg. Maar je ziet het vanzelf. Het wordt bruin. En als het klaar is, dan haal je het eruit. Kijk.
Tartartijn is wel klaar, denk ik, na, wat is het, een kwartiertje, 20 minuutjes in de oven. Te zijn geweest. Ja, hij is mooi aan het bubbelen. Ik draai hem een beetje rond, zodat hij mooi loskomt, zo. Kijk hoor. Even met de lepel, zo. Kijk. Het enige wat we erbij doen is een beetje crème fraîche. Lekkere, vette, zure room. Lekkerder dan vanille-ijs of zo, vind ik. En voilà, daar staat hij. Kijken of het gelukt is. Het deegje is mooi crispy. Karamel is niet te donker geworden. Maar ook niet te licht gebleven. En de randjes van het deeg zijn heel mooi lekker crunchy. Heb je trek in nog meer smakelijke video's? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.